Jutta, je staat tweede na de eerste dag van het EK Sprint. Iets zeg maar dat je toch niet helemaal tevreden bent. Nee, zeker niet. Ik moet ook niet te gemeen zijn voor mezelf. Maar ja, er ging gewoon heel veel fout. Eigenlijk bijna alles. Maar daar heb ik ook weer van geleerd. Weet je, het is ook mijn tweede EK Sprint pas die ik ooit heb gereden. En ik leer gewoon wel weer van dit soort dingen. Dus ja, voor morgen weet ik in ieder geval wat allemaal anders moet. Ja, wat is dat dan? Is dat materiaal, zenuwen? Nou, zenuwen niet, want ik ga altijd wel heel erg goed op zenuwen. Maar ja, het ijs is harder. Ik moet daar gewoon een beetje mee leren omgaan. En ja, heel veel factoren eigenlijk. En ik heb heel veel missers gemaakt en die wil ik natuurlijk gewoon voorkomen. En ja, coördinatief zat ik er vandaag gewoon niet helemaal lekker in. Dus ik hoop gewoon door vandaag echt dat ik een warming-up heb gehad voor morgen. En dat het morgen wel gewoon wat beter gaat. Want ik rijd gewoon niet zoals ik wil en ik kan gewoon helemaal niet mijn kracht kwijt. En dat is gewoon wanneer ik er een lekker gevoel aan overhoud. Als ik gewoon ja, mijn kracht erin kan gooien. En dat gebeurt gewoon nu niet. Zelfs na die 1000 meter was ik gewoon niet eens moe. En dan denk ik, ja, ik beweeg traag. Maar ik kom over de finish en ik denk, ik ben al klaar. Ja, dat is gewoon dan heb ik geen goede race gereden, dat weet ik wel. Nee, want ja, de spanning zit er na dag 1 nog in. Als jij dan morgen wel doet wat je wil doen, dan sta je misschien wel bovenaan. Als ik gewoon normale races rijd, dan denk ik zeker dat ik uiteindelijk wel bovenaan kan komen te staan. Maar ja, ik wil gewoon morgen vooral voor mezelf ook gewoon goed niveau laten zien. Want ook al zou ik winnen met slechte ritten, daar ben ik nog steeds niet blij. Want ik wil gewoon ook naar het WK toe gewoon een goed gevoel aan dit toernooi overhouden. Ja. Ben jij wel zo perfectionistisch dat ook als je wint, dan is het... kan het ook niet goed zijn? Nou, dat had ik bijvoorbeeld met het WKT had ik dat ook. Toen won ik, maar toen baalde ik ook gewoon van die tijd dat ik geen barenkorre heb bijvoorbeeld. Ja, dat heb ik gewoon. Ik wil gewoon beter en ik denk juist dat het iets positiefs is. Want uiteindelijk wil ik gewoon altijd voor meer. Ja. Je staat nu voor de tweede dag 1700ste achter Golikova. Ja, hoe kijk je naar die concurrentie? Ja, ze rijdt gewoon harde 500 vandaag. En ik hoop gewoon morgen ook gewoon een goede 500 te rijden. En dan gewoon te doen wat ik goed kan in die 1000 meter. En dan zien wat er uiteindelijk uitkomt. Kijk je dan nog naar die Russen? Hoe zij nu rijden? Of ben je daar eigenlijk niet mee bezig? Nee, ik ben echt voornamelijk met mezelf bezig. Ja, ik kan kijken, maar ja, ik heb er zelf niet zo aan. Ik ga er niet heel veel harder door. Ik moet gewoon echt letten op mijn eigen taken. En daar kan ik echt harder door gaan schaatsen. Dus dat zij nu goed rijden, dat is juist gewoon gezonde concurrentie. En ik hoop gewoon morgen voor mezelf gewoon goed rijden. En dan zien we wel waar het op uitkomt uiteindelijk. Ben je morgen met iets anders tevreden dan de winst? Wat bedoel je? Of ik met iets anders met zilver bedoel je? Ja. Nou, dat heb ik ook wel in een ander interview gezegd. Ja, met zilver ben ik gewoon niet blij. En daar kan ik gewoon niks aan doen. Dat heb ik gewoon. En ik wil gewoon heel erg graag deze titel winnen natuurlijk. Dus daar ga ik gewoon voor. Dankjewel. Succes morgen. Bedankt.